Struikelblokken? Nee, niet echt. Gewoon lekker je eigen dingen doen en gewoon lekker leven. Ja, dat is het allerbelangrijkste toch? Hallo, ik ben Gül. Welkom bij Cineac Noord. We beginnen deze keer met onze serie Op de Koffie. Goedemorgen, we gaan weer het programma Op de Koffie doen. Doe mee. We zijn van Cineac Noord, Wijk TV, het programma Op de Koffie. De vraag is of u hier koffie heeft en wij een interview kunnen doen bij. Ja, stel je even voor aan de kijkers. Nou, hallo, ik ben Saskia Mangal. Ik woon in Oude Noorden. Op de Almondenstraat. En hoe vind je het hier? Ja, ik vind het wel heel gezellig hoor. Ja, ik woon er met veel plezier. Ja. En over jezelf, wat doe je? Nou, ik ben huisvrouw. Ik ben alleenstaande moeder. Ik heb een dochtertje van 5 jaar. En ja, daar zorg ik voor. En dat bevalt? Ja, dat bevalt. Af en toe is het wel even pittig, maar ja, het gaat me goed af. Ja. Ik ben Chelsea. Je heet Chelsea. En hoe oud ben jij? 5. En zegt iedereen tegen jou hoe mooi je bent? Misschien soms wel, maar misschien soms niet. Wat doe je allemaal? Ik speel soms. Soms ga ik buiten spelen, maar niet alleen. Nee, niet alleen. Nee, maar soms zijn die vriendinnen van mij een beetje stout, maar dan kan ik wel iets aan doen. Oh ja, jij bent een beetje de baas. Nee. Nee. Nog struikelblokken waarvan je denkt van, daar zou iemand wat aan moeten doen? Struikelblokken? Nee, niet echt. Gewoon lekker je eigen dingen doen en gewoon lekker leven. Ja, dat is het allerbelangrijkste toch? Heb je veel contacten in de wijk? Ja, de afgelopen tijden, ik woon lekker in het midden. Dus dan heb ik echt iedereen die je groet en die je kent en zo. Dus ik ken de buren wel, ja. Doe je ook iets bijvoorbeeld met buurtverenigingen of zo? Nee, dat doen wij niet. Nee, wij zijn gewoon echt, er wonen ook toch alleenstaande moeders ook heel veel in de straat. En die hebben gewoon hun eigen dingen te doen. En wij doen verder niet aan buurtverenigingen, nee. Ik hoor net dat je zegt veel alleenstaande moeders in de straat. Hebben jullie wat aan elkaar? Ja, absoluut, ja. Ja, als ik ziek ben, dan brengt de buurvrouw mijn dochtertje naar school. En andersom. Dus dat is heel leuk. Je hebt een lekker sociaal straatje. Ja, absoluut. Het is heel sociaal. Ja, heel erg gezellig. En voor jezelf, heb je hobby's? Ik tuinier. Ik doe veel leuke dingen met mijn kinderen. Of met mijn dochter en de kinderen van de straat. Wat vind je het allerleukste om te doen? Touwtje springen. Ja. En dat kan je goed? Bijna. Maar ik moet nog wel proberen heel lang. Ik kan maar 1 keer. Oké. Nou, goed oefenen dan, hè? Ik probeer het dan. Ik zie een leuk Boeddha schilderij, lijst. Ja. Heb je daar iets mee? Nee, eigenlijk niet. Maar naarmate het is heel toevallig, maar weer een buurvrouw van de straat, die heeft haar huis ook met boeddha's en lekker mediterend en rustig. En, ja, en dat heb ik nu ook. Ik heb er niet echt iets mee, maar ik vind het wel leuk om er naar te kijken en daar word ik rustig van. Je hebt wel een lekkere uitstraling. Ik bedoel, een gezellige uitstraling, een rustige uitstraling, geen stress. Voel je je ook echt zo? Ja, zo ben ik altijd. Ja, zo ben ik altijd. Ik kan gewoon lekker mezelf zijn. Ik ben niet druk of zo. Of ik heb geen ADHD of in ieder geval dat soort dingen. Maar nee, ik ben gewoon zo. Ja. Dus je leeft lekker? Ik leef lekker, ja, het gaat goed. Ja, ja. Je hebt een lekker tintje, heb je nog een afkomst? Ja, ik ben Hindoestaans-Surinaams. Ja.
Maar ik voornamelijk gewoon Hindoestaans. Maar ja, ik voel me gewoon Nederlands. Ook zoiets. Ja, je woont gewoon ja, lekker met iedereen. Praat ik gewoon Nederlands. Dus Ben je hier geboren? nee, ik ben hier niet geboren. Nee, ik ben in Suriname geboren. En hoe oud was je toen je hierin Ja, kwam? 3 jaar. Nee. Ja, dat gaat nergens over. Nee. Nee, ja, dat is, ik was heel klein. Nog wel familie daar? Ja, ik heb heel veel familie nog in Suriname. Ja, onlangs nog gezien. Ja, het was heel leuk. De broer van mijn vader die overleden is. En ja, nou, het was echt gewoon geweldig. Ja. Ja. De broer van mijn vader die overleden is, was gewoon geweldig. Ja, ik vind het altijd leuk. Ze lijken zoveel op elkaar, weet je wel. En als je dan weer ziet na een aantal jaar, denk je ja, toch weer niet. Maar het is ook wel weer leuk en ze hebben iets van elkaar. En nou ja, was leuk. Als je later groot bent, ga je dan terug? Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik heb het hier veel naar mijn zin. Ja. Nou. En dat de mentaliteit daar gewoon veel relaxter is. Ja, dat zal misschien ook wel veranderd zijn hoor. Ik weet het allemaal niet. Maar ja, het is daar gewoon ja, heel anders natuurlijk. Ik had een gesprek met mijn nicht. En die zei van, nou ja, goed. Ja, we hadden het over vakanties en zo. En toen zei ze van ja. En in Suriname, daar heb je dan ook stranden. Maar ja, daar is het water van bruin. Ik zeg nee, ja. Zegt ze ja, in Curaçao dan weer niet. Dan is het helder en mooi en zo. Ik zeg nou, dat is er wel een minpuntje, weet je wel. Dan moet je wel even. Maar ja, je hebt wel andere leuke dingen. En gezellige en mooie dingen. Dus dat heb je overal. Oké, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Dankjewel, je bent de koningin van de TV. Dag allemaal. Tijdens Open Monumentendag was Villa Wallenburg te bezichtigen. Nou, het is dit weekend Open Monumentendag en we zijn nu in Villa Wallenburg. En ik ga met de architect praten, Jan-Willem Balraat. Ja, het is ondertussen al een jaar of 3 klaar. Kunt u wat vertellen over het gebouw? Ja, het gebouw is in de jaren gerestaureerd. We zijn begonnen met de fundering. Dat betekent dat van zowel de villa's van het klooster de fundering aangepakt is. En vervolgens zijn we in fases zijn we de villa gaan verbouwen. En hebben we ook aan het klooster een aantal dingen ook aangepast. Namelijk vooral de kapelruimte. Het klooster zit ernaast. De villa is als vrijstaand gebouw neergezet in 1909. Vervolgens is de eigenaar die daar woonde, die is failliet gegaan in 1910 of 1911, zeg ik uit mijn hoofd. Die heeft het verkocht aan de katholieke kerk en die hebben hier een kloosterorde opgericht, de zusters Dominicanessen. En die gebruikten de villa als kantoor en hebben dus wat we nu het klooster noemen daarnaast gebouwd. Met de architect waar ze op dat moment veel mee werkten, met architect Buskens. En de villa is van architect Kuipers, de neef van grote Pierre Kuipers. Maar goed, het is gerestaureerd. Is het dan helemaal in oude staat teruggebracht? Ja, we hebben enorm ons best gedaan om van de villa zoveel mogelijk kennis op te bouwen. Van kleuren, materialen die gebruikt zijn, behangsoorten die erbij passen. Allerlei dingen teruggevonden achter verlaagde plafonnetjes en weggetimmerde wandjes. En daar hebben we enorm ons best voor gedaan om dat allemaal heel goed er weer in te krijgen. Maar ook het exterieur is het zandstenen balkon is vervangen, dus in dezelfde detaillering. Het asbestleiendak is vervangen door natuurleien in diezelfde paarse kleur. Het gebouw is uiteindelijk geschikt gemaakt als kantoor voor Maassicht.
Het grappige is dat wij nu met die restauratie heel veel kleur weer in het gebouw gebracht hebben. Met behang en met houtafwerkingen. Maar op het moment dat we weten dat op het moment dat die zussen Dominicanes erin kwamen, dat ze alles wit geschilderd hebben van binnen om het niet te opzichtig te laten zijn. Dus zij wilden het juist minder mooi dan het op dat moment was. Dus eigenlijk wat we nu hier zien, dat is eigenlijk van de eerste 2 jaar geweest. Klopt. En wat is er eigenlijk de reden van geweest om het weer in de originele staat terug te brengen? Dat is omdat we vonden dat het daarna wit geschilderd is door de katholieke kerk. Dat vonden we echt een verminking van de architectuur. Dus dat is een uitspraak die wij eigenlijk op eigen gezag doen. Maar dat is wel iets waar ook de vergunningverlener in meegaat en waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in meeging. En we hebben gezegd, en dan nemen we een heel duidelijk standpunt in, dan gaan we terug naar 1909, toen de villa opgeleverd is. En zoveel als we kunnen, gaan we daarna terug. Is het ook een rijks- of een gemeentemonument? Inmiddels is het een rijksmonument. Dus we hebben er ook nogal wat subsidie van het Rijk voor gekregen. Ja, en ook met als bedoeling om het natuurlijk in originele staat terug te brengen. Klopt, ja. En dan is die rijkssubsidie voor een deel ook in die fundering gaan zitten. Omdat zij wilden dat het niet slechter zou worden dan het nu is. Maar als je nu naar het gebouw kijkt, door het gebouw heen loopt, dan zie je dat er in allerlei per kamer verschillende gedachten zaten over de architectuur. We zitten nu in de serre, dat was het domein van mevrouw, waar de plantjes stonden. Dus daarom hebben we hier ook een terrasovloer en hebben we een behang met, ook met bloempjes en vogeltjes aan de muur aangebracht. De ruimte hierachter was de muziekkamer, dat was dan weer wat meer privé van de familie. En de ruimte daarvoor was de salon, waar dan de meer openbare familiaire dingen gedaan werden. Maar de muziekkamer is in een Lodewijk 15-stijl gebouwd. En de salon is in de Lodewijk 16-stijl gebouwd. De bedoeling van Ed Kuipers was om een soort toonkamerstijl te maken. Dus die wilde per kamer een aparte tijdsvak uitlichten. Het zijn allemaal neo-stijlen, omdat in 1909 al die stijlen al lang voorbij waren. En daarom plaatsen we het pand ook in de architectuurgeschiedenis in wat heet de 1800 stijl. En dat was een tijd in de begin van de 20e eeuw, dus 1900 zoveel, dat mensen terug wilden naar het detail, naar het ambacht, naar de zorg voor de dingen. En er was een grote tentoonstelling in Berlijn die 1800 heette. En alles wat daar zeg maar in 1900 terug wil naar 1800 noemen we dan 1800. En nu 100 jaar later gaan we weer terug naar die tijd. Precies. En gaan we terug naar 1900, omdat het natuurlijk wel duidelijk herkenbaar is als neo-stijlen. Ja, maar dat is als architect het spel wat je de hele tijd aan het spelen bent met een... Het is eigenlijk een restauratie van een neo-stijl die op zichzelf ook weer een neo-stijl geworden is daardoor. Maar ondertussen hebben we toch echt een goed beeld gekregen aan de hand van een tijdschrift van Ed Kuipers dat hij bij Opleveringen heeft gemaakt. Waarin zijn architectonische ideeën over dit huis zeg maar uitgewerkt zijn. En met name ook uitgewerkt voor wat betreft de tuin die eromheen ligt. Maar de omgeving is hier zo veranderd in Blijdorp sinds 1909, dat we daar is niet zoveel meer van terug te zien. Wat je eraan terugziet is dat mooie soort bobbeltje in het gras. De villa staat een meter hoger dan de straat. En dat hebben ze gedaan om er ook een kelder onder te kunnen maken. Waarom is het eigenlijk belangrijk om dit soort, eigenlijk is het een woning natuurlijk van oorsprong, in stand te houden? Het is belangrijk omdat deze villa in de verkommerde staat waar het 10 jaar geleden in stond, wordt op een dag gesloopt. En dat is ook bijna gebeurd omdat ze dat in de jaren 50 ook van plan waren om het maar te slopen. Toen hebben ze gouden heel de Gardesmavo ernaast gebouwd om het een betekenis te geven. Dus de sloop niet doorgegaan. Nu het gerestaureerd is, is het een van die gebouwen die deze prachtige, ik geloof dat ik dat niet meer stadsdeel mag zeggen, maar die prachtige buurt Blijdorp echt vasthoudt. Ja, gebied Noord echt vasthoudt en dit gebied bestaat uit een aantal van die gebouwen die de structuur van de wijk eigenlijk vormen. Dus daarom is het heel belangrijk. Nou, dat was het weer. Vergeet niet op onze website, Twitter, Facebook, YouTube te kijken. Als u zelf een filmpje heeft, kunt u opladen via www.rotterdamnoord.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.